Het is weer tijd voor een nieuwe video. Hallo! Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam! Wat is dat? Ik hoor een onderzeeër. Wat? Wat is dat? Help! Wat? Ah! Leuk dat jullie er zijn. Vandaag, kijkers, heb ik ten eerste iets heel leuks gedaan. Maar ik had net een hele mooie droom. Ik zag laatst een reactie. Dat was dit. Dat ik een soort chip in mijn hoofd heb, waardoor ik mijn dromen kan zien. Maar ik weet, ben je gek? Zoiets bestaat toch helemaal niet? Ik heb gewoon ooglenzen gemonteerd die geconnecteerd naar mijn brein. Waardoor alles wat ik droom op camera gezien is. En daardoor kan ik alles transformeren naar een chip. Dat ik in mijn computer kan stoppen. En die kan ik dan vervolgens afspelen op de video op YouTube. Ben jij mal met je technologie? Dat bestaat toch helemaal niet? Maar goed, het leuke jullie er zijn. Kijk eens, ik heb vandaag zo wat grappigs gemonteerd. Ik heb namelijk de panto weer een beetje aangepast, zoals gewoonlijk. En de panto heeft nu een spoilertje bovenop. En ik heb het dak eraf gehaald, want het is zo warm de laatste tijd. Ik dacht, weet je wat, dan mag het wel iets warm, iets ja, koeler in de auto worden, weet je. Hij heeft ook dit dingetje voorop. Hij heeft een nieuwe uitlaat. Twee cels. En Jotem. Ik vond het wel mooi. Maar kijk eens, die droom. Jullie hebben me allemaal gezien. Jullie zagen het. Oh, ik had laatst natuurlijk mijn politie Lego auto gemonteerd. Maar inmiddels is het al tijd om een nieuwe Lego auto te monteren. En ik was er zo mee in gedachten dat ik erover ging dromen. En ik dacht, wat nou als ik een Lego supercar maak? En dan precies zoals in mijn droom. Gaan we één op één nabouwen. Nou, dat kan ik. Maar goed, zoals gewoonlijk moeten wij dan eerst een auto stelen. Dat doen we altijd. Om vervolgens de auto daarvan te kunnen monteren. En normaal steel ik hem altijd gewoon. Nou, ik zeg het gewoon eerlijk. Normaal steel ik hem altijd. Maar dan gewoon heel toevallig bij iemand. En dan hou ik het daarbij, weet je. Maar vandaag. Vandaag wordt een hele bijzondere missie. Want ik moet de auto ophalen. Op een hele bijzondere plek. Maar voordat de video begint, kijkers, boom, hebben jullie dit al gedaan? Ben je nou nieuw op mijn kanaal, dan ben je van harte welkom om te abonneren. Ik klink misschien een beetje gek, maar jij bent gekker! We hebben bijna 120.000 abonnees. Dus check zeker even of je nog bent geabonneerd. Ik kreeg laatst ook een melding van YouTube of zo dat ze oude abonnees weghalen. Die niet actief waren of weet ik van wat. Kom terug! Ga niet weg! Dus abonneer zeker even. Laat ook even weten in de reacties met zo'n reactie. En dan zal ik hem zo een hartje geven. En like! 3000 likes! Veel plezier! Kijk, kijk eens, we zijn aangekomen op de haven. En dit gaat... Zag jullie ook die schaduw van het vliegtuig? En dit is zo'n bijzondere plek waar ik heen moet nu. Dit is een hele geheime plek en die kan ik eigenlijk niet aan jullie laten zien, maar ik ga het toch doen. We hebben namelijk hier, hebben wij een geheime locatie waar een ondergrondse garage staat. En in die ondergrondse garage, daar staat de auto die ik nodig heb. En die auto die ga ik hier pakken, maar dan moet ik eerst hier even doorheen zien te komen. En als ik hier helemaal doorheen ben, dan laat ik het aan jullie zien hoe de garage eruit ziet. Oké, kijkers, we zijn er. We zijn er en we moeten heel voorzichtig zijn. We moeten heel voorzichtig zijn, want dit is een plek waar ik eigenlijk helemaal niet mag zijn. En ik heb een tijd onderzoek gedaan om te zoeken waar het is. En waar de auto mogelijk staat en waar de mensen werken en waar ze thee drinken. Dus we moeten voorzichtig zijn. Oké, okay, let's go. We gaan. Hier rechtsaf, rechtsaf. Wow. Nou, oké. Okay. Als het goed is het dol of... Oh, zo'n radiator. Wacht, hier moet ik even wat spulletjes verpakken, hoor. Dit gaat toch... Ah, oh, dit gaat altijd van pas komen. Oké, okay, doorrennen, Henkie. Doorrennen. Snel naar de locatie toe. We hebben de auto absoluut nodig. Oké, okay, hier is het veilig. Hier is het veilig. Oké. Okay. Dit is de nooduitgang wanneer nodig. Oh, straks zien ze me. Ah, deze radiator, die kan ik ook wat spulletjes. Hier moet ik ook wat verlenen. Allemaal van mij. Snel doorrennen, Henkie. Snel doorrennen. Oké, okay, dit is de uitgang waar we zo meteen heen moeten. Dat weet ik wel. Met de auto kunnen we daar omhoog. Even kijken. Oh jee, voorzichtig. Oh, camerabeelden, maar die heb ik uitgeschakeld. Rennen! Oké, okay, is daar iemand? Daar is niemand. Oké, okay, we moeten naar die volgende muur. We moeten daarheen. Naar die muur. Go, 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 go! Oké, okay, kijk eens. Ik heb precies iedereen ontlopen zover. Ik heb precies iedereen ontlopen dat ze niet weten waar ik ben. En volgens mij zag ik hem al. Ja, daar staat hij! Oké, okay, nu moeten we hem rustig pakken. En dan moeten we hem kijken of we hem kunnen stelenen. Oké, okay, zo. Hoppakee, instappen. Even. Zo, motor aan. Oké, okay, nu moeten we voorzichtig zijn. Oké, okay, we gaan. Nu moeten we gewoon snel. Oh, het alarm gaat af. Zet me door. Oh, snel. Passen we hier doorheen. Oh, dan passen we. Nee, we passen niet. Oh, hoe komen we nou weg? Oh, kijk eens. Ik heb een andere route gevonden. Kijk eens, dit gaat hem zijn. Kom op, passen doorheen. We passen niet. Oh nee, dit is een schietbaan. Ze hebben ze zijn allemaal op zoek naar mij natuurlijk. Misschien als ik hard genoeg ga. Kijk, ik moet snel even een keer dingen erop. Kom op. Even dit ding erop monteren. En nu heb ik een keer boost met. Oké, misschien kan het nu. Ja, het is gelukt. Wow, oké, we hebben hem. En nu snel naar huis. We hadden een keer boost met een drop. En nu snel naar huis. Oh, naar boven. Ik kan de uitgang zien. De uitgang is er al. Oh, we zijn vrij. Ja. Ah, oké,
twee kijkers. Het is zo'n lange tunnel was dat. Oh, we moeten nu snel door naar huis. Voordat ze me doorhebben waar ik ben. En voordat, voordat er andere mensen worden ingelicht. Oh, die tunnel was zo ontzettend lang. Ik dacht, er komt er geen einde aan. Waar ben ik überhaupt? Ik ben ook in een heel ander gebied. Oh, ik ging helemaal in de haven naar binnen. En nu ben ik helemaal in een ander gebied terechtgekomen. Wat is dit nou weer? Oké, snel door naar huis. Want anders zijn we de klos. Oh, een mooie route dit zo. Dat moet ik wel zeggen. Het is ook helemaal donker en zo. Oh, we zijn bijna thuis. Het is zo fijn om weer terug in de stad te zijn. Ik ben ze inmiddels al lekker kwijt. En het autootje. Oh, dit gaat zo top zijn om te monteren. Dit gaan we zo goed kunnen ommonteren. Hop eens op! Dit gaan we zo goed kunnen ommonteren. Een heel ander voertuig maken. Oh, ze gaan niet weten wat hun overkomt. Tenminste dat ze deze auto ooit nog een keer terugzien. We gaan echt niet weten wat hun is overkomen als ze het zo zien. Gelukkig zijn we er ook alweer bijna. Even hier tussendoor. Even oversteken. En dan zijn we er gelukkig alweer. Ah, ik heb het zo gemist hier. Ah, snel hem in de garage zetten. Zetten we hem binnen. Kunnen ze niks doorhebben. Parkeren we hem even snel hier. Auw. Ah, dan parkeren we hem. En dan hebben we rust. Ah, dan hebben we eindelijk rust, kijkers. Wat goed. Daar is hij hoor. Ah, we hebben nog niet echt goed naar kunnen kijken. Deze gaan we helemaal ommonteren, kijkers. Tot de prachtige Lego-auto. Deze vormen heb ik precies nodig om de Lego-auto compleet te maken. Dus we gaan even slapen. En dan daarna, 's ochtends, ga ik hem gelijk monteren. En dan ga ik hem aan jullie laten zien hoe die is geworden buiten, kijkers. En dan gaan we daar een lekker rondjes mee rijden en komen waar we willen. Want ze gaan hem toch niet meer herkennen dat die van hun was. Tot morgen! Ja, ik verslikte me. Goedemorgen, kijkers. Het is vandaag tijd om ons prachtige ding te laten zien. Om ons ding te monteren. En dan laat ik hem zien aan jullie. Oké, kijkers. Hij is klaar. Hij is grandioos. Hij is prachtig. En hij is in jullie beeldscherm op 3, 2, 1. Wauw! Wauw! Hij is zo cool geworden. Ik ben er zo ontzettend blij mee, kijkers. Moet je zien. Ah, en kijk hier. Heb ik dan die technieken moeten gebruiken om die twee dingen aan elkaar te krijgen. Kijk, hier zit hij ook. Ik heb mooie velgen eronder gedaan. Een mooi stuurtje erin. Een hele comfortabele stoel, zoals je wel kan zien. En een spoilertje, een uitlaat. Hij is zo mooi geworden. Ik ben er zo ontzettend blij mee, kijkers. En hij rijdt toch ook lekker snel, joh. Hé, wie auto is dat eigenlijk? Die staat er al de hele tijd. Ja, je bent hier niet welkom, auto. Ga weg. Laten we gelijk instappen, kijkers. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Daar gaan we dan, hoor. Oh, daar gaan we dan. We gaan eerst even een rondje rijden. Gewoon door de stad, zodat ik hem jullie kan laten zien. En dan wil ik weten of hij hetzelfde is als dat hij in mijn droom was. Is hij hetzelfde als in mijn droom, kijkers? Is hij hetzelfde als in mijn droom? Dat is toch zo een groot dingetje wat ik even moet weten. Hij is wel heel snel. Wow. Hij is... Wacht, maar waar in mijn droom? In mijn droom toen vloog ik volgens mij vanaf daarboven. Klopt dat? Ja, hè? Dan moeten we hetzelfde doen. We moeten mijn droom nabootsen. Kijk, oh, hij is wel heel snel. Dat moet ik wel echt zeggen. Hij rijdt wel echt heel lekker. Maak mijn drift. Pas op, auto. Daar gaan we. Is hij hetzelfde? Is hij hetzelfde? Oh! Oh, oh. Oh, oh, oh nee. Oh, nou, hij maakte niet de mooiezelfde flip als in mijn droom. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb toen, hoor, maar daar gaan we. Oh, het is hier toch zo ontzettend snel. Oh, voorzichtig! Voorzichtig allemaal! Auto op de weg! Oh, auto op de weg, auto op de weg. Oh, oh, auto op de weg. En jullie zijn allemaal idioten die rondrijden. Ik wil graag een colaatje en een pretzel graag. Hebben jullie ooit wel eens gezien hoe ik jou vanuit mijn eigen gezicht hier altijd in het autootje zit? Het ziet er zo bijzonder uit. Moet je zien. Dit is altijd wat ik zie, kijk, ou. Dit is altijd wat ik zie in al die snelle auto's. Daarom kan ik ze altijd zo goed besturen. Omdat ik altijd het beste zicht van allemaal heb. En je ziet zoals nu dat ik gewoon natuurlijk prachtig aan het rijden ben. En ik heb absoluut het volste vertrouwen en het volste gevoel in de auto wat er nu gebeurt en zo. Aangezien deze wel heel snel is, wil ik echt even een sprongetje maken met deze. Even testen. Even testen hoe ver die vliegt. Wow! Kijk eens, we zijn mijn test aangekomen die ik al heel lang niet heb gedaan. Ik heb deze al zo ontzettend lang niet gedaan. En dat is namelijk de grote sprong. Meestal land ik of op een gebouw of ik land er te ver. Of in, bijna nooit in het water. Dus we gaan hem gewoon nog een keer doen. En ik ben zo benieuwd hoe ver die snelle auto als deze komt. En dan nu volle vaart vooruit! Ja! Wow! Wow! Ik word wel duizelig hoor. Kijk eens, ik zie niks. Ik zie niks. Oh, controleer de auto. Oh, controleer de auto. Oh, nee. Au. Waar zijn we? Oh, we zijn op het vliegveld aangekomen. Oh, dan kunnen we gelijk de test doorzetten. Oh, dit was een bijzonder iets. Daar komen we normaal nooit aan. Oh, jee. Hallo.
Kijk, hij stijgt weer op. Ik heb hem geholpen. Kijk eens, nu ben ik toch wel benieuwd. Welke auto is sneller? Deze auto of de politieauto? Dus daarom heb ik als verrassing de politieauto ook hier naartoe gebracht. Om het even met jullie te gaan testen. Het leek me wel heel leuk. Wat doen we dan hier? Oké, kijk eens. Zijn jullie er klaar voor? Bam! Ik heb ze allebei heb ik ze neergezet. Je hebt de prachtige Lego politieauto van vorige aflevering. En heb je nu deze prachtige Lego sportauto. Met de Porsche logo. Dat moest wel een beetje bij de andere ontwerp van de vorige auto natuurlijk. Dus we gaan kijken welke sneller is. We gaan de tijd bijhouden wie als eerst daar de voorkant aanraakt. En let ook op de foutjes als heel erg. Die slipt hoe erg. Die draait hoe erg. Die gewoon recht naar voren rijdt en zo. We gaan alles in de gaten houden. Dus laten we eerst onze nieuwe... Nee, eerst onze oude doen. Zullen we eerst onze oude Lego politieauto testen? Kijken hoe snel die aan de overkant is. En daarna testen we onze prachtige nieuwe Lego sportauto. In 3, 2, 1. Go! Oké. Hij slipt niet deze. Hij slipt niet. En... ja! Oké! Ik heb geen nee. Ik heb de tijd niet bijgehouden. Maar als het goed is, staat er nu een klokje boven in beeld. Die de tijd laat zien. Oké, die heeft er zoveel behaald. En nu gaan we kijken hoeveel mijn andere haalt. Dan ben ik zo benieuwd welke sneller is. Oké, remmen. Oh, remmen. Ik zei remmen. De remmen doen het niet heel superieur. Oké, laten we dan nu snel gelijk de andere testen. Dan weet ik eigenlijk niet tot de edit welke sneller is. Ik moet dan de video editen om te zien welke sneller is. Maar jullie zullen het vast weten. Op elk moment. In 3, 2, 1. Gassen! Oh! Oh! Oh, oké. Deze. Ja, deze gaat ook wel recht. Deze gaat ook wel recht. Oh. Auw! Auw. Nou, ik vond deze wel lekker te rijden. Dan moet ik wel zeggen. Oh, vliegtuig. Ik schrik me rot. Oh, ik moet de autootje redden. Nee, niet landen. Niet landen. Oh, oh, waar, oh. Oké, ik verbied het jou om te landen. Ik verbied het jou om nu hier te landen. Nee. Auw. Hey, ik zeg toch nee. Stoppen nou. Stoppen. En de politieauto dan? De, oh, je gaat hier al naar rechts, joh. Oh, had het al veel eerder gezegd. Schrik me rot, ze wilde bijna jou aanrijden, autootje. Maar ze had het gelukkig al door dat je er stond. Oké, kijk eens, jullie zullen vast inmiddels wel weten welke sneller is. Laat even in de reacties weten welke sneller was. De supercar of de politieauto. Ze zijn wel leuk samen, hè, zo. Kijk, het interieur van de deur ook, hoe grappig. Dan vind ik dat er nog één echte test gedaan moet worden. De laatste tijd hebben we een nieuwe test. Dan worden we achtervolgd door de politie. En die gaan we nu nog een keer doen. Maar hoe zorg ik dat de politie mij gaat volgen? Hoe zorg ik dat ik een soort criminele uitstraling heb? Wat moet ik daarvoor doen? Hoe gaan we dat regelen? Wacht, misschien weet deze meneer... Ik weet zeker dat deze meneer de oplossing voor mij heeft. Meneer, ik weet het zeker. U heeft de oplossing voor mij. Nou, en nu wachten we. Oh. Ja! Wow! Dit was veel hoger dan verwacht. Oh, nee. Oh, maar dit gaat wel goed. Het gaat verder goed. En we landen hem gewoon netjes. Hoppakee. Nou. Hey, Marta. Jou heb ik lang niet gezien. Stom meef. Meneer de agent, zoekt u mij? Oh, ja nou. Oh, zeker dat ze mij zoeken. Oké, zeker dat ze mij zoeken. Oh, voorzichtig heren, voorzichtig heren. Dit is de Henkie ontsnappingspoging. Dit is de Henkie ontsnappingspoging. Kijk eens, let op. Ja! Oh, en dan hier hebben ze nooit door dat ik hier ben. Oh, nee, ik had erop moeten landen. Waar land ik nou? Waar ga ik nou landen? Oh, auw, auw. Waarom hebben jullie me al gevonden? Hoe raak ik jullie ooit kwijt? Hoe raak ik ze ooit kwijt? Ah, oh, dit autootje, die moet het kunnen. De politieauto heeft het ook gedaan. En is het ook de bedoeling dat deze het ook doet. Oh, voorzichtig. Ik weet de perfecte plek om ze kwijt te raken. Kijk eens. We volgen gewoon het treinspoor. Daar gaan we. Daar gaan we. We volgen het treinspoor met de nieuwe super... Oh, wow. Oh, dat is niet het treinspoor. Oh, we mogen het treinspoor absoluut niet kwijtraken. Blijf het spoor volgen. Pas op. Sorry. Oh, tegenliggers. Allemaal spookrijders hier. Waarom rijden er zoveel mensen spook? Au. Kijk eens, ik weet al precies hoe en wat. Ik weet precies hoe en wat. Daar gaan we. We zijn onderweg. Ja, dit is het. Dit is het. Dit is het. Hier moet ik zijn. Hier moet ik zijn. Moet ik even kijken. Oh, wat hoor ik allemaal voor gerommel de bommel. Oh, een helikopter. Pas op, joh. Pas op dat je niet crasht. Oké, en dan... Ja, hier. Ja, goed zo, Henkie. Goed zo, Henkie. Oké, nu snel doorrijden. Hier heb ik vaak getraind. Oh, de politie is hier ook. Maar het maakt allemaal niet uit. Want ik ben sneller en ik ben wijzer. Dan hun. Pas op, sprongetje. Oké, naar de overkant. En dit is de plek waar ik ze kwijt ga raken. Kijk eens. Hier. Oh, snel. Naar binnen. Hier gaan ze me nooit vinden en volgen. Hier ben ik ze veel te slim af. Nou, de test is compleet, denk ik. Kijk eens. Tenzij ze me nog ooit vinden hier, maar dat denk ik niet. Dat twijfel ik. Ik betwijfel het of ze me ooit vinden nog. Waar zijn we überhaupt? Ik heb geen idee waar we zijn. We zijn gewoon in het riool. Volgens mij gaat dit gewoon de hele stad door, dit riool. Maar waar eindig je dan? Dat vraag ik me af. Oh, wauw, we zijn bij water. Dat is
Als we nou nu het water volgen, dan gaan we dit kleine pad hier volgen. Dan gaan we door een heel rond kamer. Yo, vooruit! Vooruit! Oh, kijk, en nu zijn we op het treinspoor uitgekomen. Wat slim! De vierde muurtje hier. Zo. Oké, ze hebben me niet gevonden, toch? Want ik hoor die sirenes. Weet je wat? De sirenes zijn nog net iets te druk voor mij. Ik ga wel weer de andere hole in hier. En dan zie ik dan wel waar ik eindig. Oké, waar zijn we nou? We zijn inmiddels hier aangekomen. Ik weet geen idee waar dit heen gaat. Kijk, hierboven ons kunnen ze ons wellicht zien. Maar ik denk dat ik ze toch echt stiekem wel kwijt ben. Waar ik eruit kan. Wat zijn ze hier aan het bouwen, joh? Kluizen of zo? Vooruit! Oké, nu is het een doel voor de vorm. Nu moet ik de uitgang gewoon wegvinden. Waar ben ik? Help! Dit was niet de bedoeling! Nee! Dat is de uitgang, denk ik dan maar. Nou, kijk eens, ik vond het wederom een grandioos test. Het was helemaal top, helemaal goedgekeurd. De auto is weggekomen van de politie. Op zijn eigen speciale manier. Sorry, motor. Kijk eens, dan ben ik helemaal naar de andere kant gereden om nog één laatste test te doen. Dit is een keer bij een nieuw plek. Hier ben ik nog nooit geweest om een test te doen. Ik denk, het is wel een keertje leuk om dat te doen. Kijk, daar heb je Mount Danger. En dus gaan we naast Mount Danger, heb je nog een vliegveld. En die heb ik afgehuurd. Ik bedoel, gewoon eigenlijk... geclaimd, hij is van mij nu. Oké, kijk eens. Dan gaan we kijken hoe hard we snel op een hele korte afstandstermijn... hoe hard we kunnen gaan en hoe ver we kunnen vliegen. Dit is een keer wat anders. Een keer een andere plek dan het lange vliegveld. Oh, oh. Wow, oh, wow. Oh, nee. En weet je wat het leuk is met deze kijkers? Ik heb deze auto waterproof gemaakt. En dan zou je denken, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, dat ga ik maar even aan jullie laten zien. Let op, deze auto is waterproof. Dacht ik. Minder waterproof dan ik dacht, toch? Dat is een beetje jammer. Maar, hè? Kan gebeuren. Nou, kijk eens. We gaan weer lekker terug naar huis. Hey, vliegtuig! Laten we weer lekker terug naar huis gaan. Zo, we zijn er bijna. Oh, dat is trouwens niet helemaal waar, maar... ik vind dit zo een lekkere route om gewoon lekker snel door te rijden, kijk eens. Het is zo'n brede weg. Je kan alle kanten op. Niemand die je aanrijdt. Er rijden alleen maar sukkels op de weg natuurlijk. Maar ja, die moet je zien te ontwijken. En dan kan je hier zelfs een leuk sprongetje maken. Waardoor je precies op de bandjes landt. Let op. Boom. Hoppakee. En dan volgens kan je door. En dan kan je nog een keer door. En dan kom je zo op deze weg uit. En dan moeten we hier naar links. Oh, ik ga er ook verder door. Oh, jee. Ik bedoelde deze weg. Dan kom je op deze weg uit. En dan is dit mijn nieuwe huis. Nou, daar gaan we dan. Eindelijk weer lekker thuis aangekomen, hé. Eindelijk. Ik heb zo'n huis gemist. Ik ben al de hele dag op pad. Nou, nu kunnen we hem lekker in de garage zetten. Hoppakee, zo. Ik vind het een prachtige auto. Hij is helemaal goed gelukt. Hij is een beetje natter geworden. Een beetje een paar krasjes hier en daar. Een beetje viezigheid. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ben zo trots op de auto. Nou, dan kunnen we nu weer lekker naar binnen. En dan wil ik jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video, kijkers. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Want ik vond het wel echt weer heel leuk. Ik lees jullie reacties altijd over wat jullie zeggen wat ik moet monteren. Dus dank jullie al voor het achterlaten. Abonneer zeker nog even als je het niet hebt gedaan. Hele kleine moeite en dan ben je van harte welkom bij de groep. Tot de volgende keer. Spreek jullie later. Glaasje water, telt 4, flesje bier. Doei. Yeah.